Nieuwmond Suriname blijft haar compensatiepakket evalueren van haar medewerkers in deze voortdurend veranderde economische situatie, staat in een persbericht. Op basis van deze evaluatie heeft het bedrijf op 16 september de derde loonaanpassing voor dit jaar doorgevoerd. Hierbij is een verhoging van het salaris van totaal 48,6% toegekend. Over dezelfde periode bedroeg de inflatie ongeveer 30%. Reditex Art Gallery opent vanavond de solo-expositie Alla Condretori van kunstenares en schrijfster Kitling Chonpyang-ji. De expositie maakt deel uit van een breder project van de kunstenares dat op 1 oktober binnen de week van het Nederlands van start ging met de presentatie van haar nieuwste boek, het Alla Condre Drakenmeisje. In Alla Condretori geeft Kitling Chonpyang-ji bezoekers de gelegenheid om persoonlijk te genieten van de prachtige kunstwerken die in haar boek zijn opgenomen. In het boek van Kitling vertellen tekst en beeld over het wonderbaarlijke leven van Derry Ann, die in Suriname woont, maar als adolescent voor enige tijd eerst in Nederland en dan in China terechtkomt. Nederland gaat excuses aanbieden voor haar rol in het slavernijverleden, meldt het NOS. Daarbij zal er een fonds komen met 200 miljoen euro om het historisch bewustzijn te vergroten. Ook zal er 27 miljoen euro budget voor het slavernijmuseum vrijgemaakt worden. Minister-president Mark Rutte heeft bij zijn bezoek aan Suriname in september aangegeven dat de excuses er zouden komen.